Vis. Vis. Zo, hij is dik. Yes. Aanhouden win. Ja! Zo, goedemorgen. We zijn op onze bestemming aangekomen. Het is één grote bende. We hebben alles in de auto gegooid, want we dachten, ja, we willen de opties open houden voor vandaag. Het is super zonnig. Windkracht 4 oost. Het is niet optimaal, maar het maakt niet uit. We hebben er ontzettend veel zin in. En het is gewoon, het is koud, maar ja, wel lekker weertje. Ik pak even snel mijn spulletjes. Dat is altijd, ik probeer dat snel te doen. Ik heb weer veel te veel bij me, maar dat maakt niet uit. Ik ga even alles terugbrengen tot één doosje. En dan heb ik twee hengels die ik meeneem. Eén lichte hengel en één iets zwaarder hengel. We gaan even kijken of we zo'n grote baars kunnen vangen vandaag. Dat is het doel, toch? Zeker. Ik ben hier met Simon. Kom maar, ik zal hem even laten zien. Kijk hoor, daar is hij hoor. Morgen. Morgen. We gaan ervoor. We gaan even ons best doen. Zeker weten. Laatste spulletjes pakken. En dan gaan we even knallen. Ik heb er zin in. Simon, ben je aan het speuren? Ja. Searching. Speuren voor snoekbaars, hè? Speuren voor snoekbaars. Oh. Oh. Zullen ze dus zwemmen? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. We hebben eigenlijk best een lekker ochtendje gehad.
een paar mooie vissen gevangen. Ik ben niet ontevreden. Hele dikke snoekbaars voor Simon, dus dat is top. Wat we even gaan doen, het is behoorlijk zonnig. Het is nu 12 uur precies. Ja. We gaan naar een andere plas en daar gaan we even proberen. Dat kan een goede baarstek zijn. We gaan even kijken of ze daar willen bijten. Weet het niet. En daarna varen we terug. Of varen we terug. Daarna rijden we terug. En dan gaan we naar een plekje toe. Dat is een plek waar we heel mooi uit de wind kunnen staan. En dan gaan we bij die plek ook even mooi jullie wat technieken uitleggen. En daar gaan we dan hopelijk ook even een dikke baars vangen. Dat is een beetje onze dag voor vandaag. En ik denk dat we dan heel misschien in de avond nog een beetje gaan werpen in het donker. Maar we kijken wel even. We gaan in ieder geval nu even rijden. En dan even kijken of we daar mooi vis kunnen vangen. Toch? Lijkt me een strak plan, toch? Ja, zeker. Ja, we gaan ons best doen. Ja, en we moeten misschien nog even langs de supermarkt, want alles is natuurlijk dicht. Ja, we moeten wel even wat eten hebben voor vanavond sowieso. Is goed, laten we dat maar even doen. Simon, ja, wat doe jij? Snoeken vangen. Heb je een snoek? Ja. Ben je niet? Kijk, daar komt-ie. Hé, daar komt-ie. Hoppakee. En weg is hier. Lekker hoor. Lekker hoor. Ja, hij zit achter zijn backflap, daarom heb je hem nog. Gast. Jezus, wat gebeurt er allemaal? Het is een kleintje, maar hij is sterk, hè? Hier komt hij weer. Wat is dat plaats? Perfect. Lekker, Simon. Lekker hoor. Lekker hoor. Zal ik hem eens even voor je gaan pakken? Ja. Oké, okay, ik ga die vis even pakken en dan laat ik hem zo zien. Kijk nou eens! Hoppatee! Hij is mooi, man. Hij is mooi, hè? Ja, super mooi. Hij was ook sterk. Ja. Voor, vet, het, hè? Voor het maatje wat het is. Ja. Nou, het zijn die riviervissen. Ja, joh, gaaf. Heel mooi vet. Vis hoor. Super. We dachten een baars op de baars aan het vissen waren. Maar toch een snoek die zich vergist in de Carolina rig. Ja, onverwachts hè? Onverwachts, ja. En gelukkig ook wel. Ja, perfect gehaakt. Lekker man. Gaan we hem zo terugzetten. Mooi, dit is toch vet? Zitten op baars te vissen, vaakt hij gewoon een mooie snoek. Springen, gek doen. Ja. Ah, dit is vet. Dit is nice, dit is nice. Mooi. Nou, gaan we hem even mooi terugzetten? Ja. In dat heldere water. Oh, zo. Die wilde er wel vandoor. Lekker man. Ben je blij? Ja, volgende. Nou een baas voor jou, vriend. Ja. Jongens, er is net iets vreselijks gebeurd. Ik heb gewoon sinds half oktober al geen baars meer gevangen. En ik haak me toch net een joekel van een baars. Zwemt hij zich vast achter een blok of achter een paal? Ik weet het niet. Ja. Nou, we zaten te pielen en we probeerden hem los te krijgen. Een beetje lijn vieren, voelde ik hem trekken. En in één keer, pak, los. Lijn gebroken. Dat is heel zonde. Maar goed, we weten in ieder geval wel dat ze er zitten. Dus we gaan er wel eentje vangen. Jezus, hé. Simon heeft gewoon weer een vis. Weer een snoek. Ja. Tantan. Dit perfect gaan. Tantan. Oh, en je hebt je kreeftje nog. Ja. Lekker, Simon. Komt ie. Platsenflats. Lekker hoor, gast. Hij is al... Nee, nog niet los. Zo. Die hengel even pakken. Ja. Nou ja, wel een mooi dik visje hoor. Deze is nog niet leeg. Hopsakee. Gek huis. Gast, zit ik weer helemaal onder de spetters. Maakt niet uit. Maar deze is nog niet leeg, die heeft zijn eitjes nog in zijn buik. Ja. Mooi man. Deze gaat nog even lekker afpaaien zo. Gaaf. Nou. Nou. Gaat hij weer. Mooi. Lekker hoor. Hoppa. Okay. Jongens, dit is bizar. We vissen echt met een techniek die puur bedoeld is voor baars. En Simon vangt er al 2 snoeken op. Echt. Hoe dan? En ik mis net 2 snoekbaarsen. Echt, je gelooft het niet. Ja, dat is weer zo jammer dat ik dan die GoPro nu niet heb. Want dan heb je die live beelden niet. Maar ik draai mijn aasje omhoog. En een halve meter onder het oppervlak komt er zo'n snoekbaars. Wam! En die duikt erop en ik sla. Mis. Lekker zonnetje zo hoor, uit de wind. Ik had jullie beloofd wat uitleg te geven.
Ga ik ook even doen. Ik ga even laten zien waar we vandaag allemaal mee vissen. Ik heb trouwens een heel mooi GoPro systeem bedacht. Super handig. Het heeft wel net voor live aanbeten gezorgd. Op dit moment vissen wij met de Carolina Rig. En ik ga jullie even een korte uitleg geven. Als je een hele uitgebreide uitleg wil hebben, dan moet je even naar het kanaal van de Vistechnische Dienst. Maar in het kort... Oh, jeetje, Mina. Oké, gaat goed zo. De Carolina Rig, dat is een rig die bestaat uit meerdere delen. Ik begin even met het aasje. Dit is in dit geval een creature bait. Dat is een soort kreefje. En dat kreefje, daar zit een speciale haak in. En deze haak, dat is een haak die is verstopt in het aasje. Dat kunnen jullie zien, die wordt geregen. Dus ik zal het even laten zien hoe je dat doet. De haak die heeft een beetje een vreemde vorm. Dat kan je wel zien zo. En die vorm, die is zodat de haak in je aasje verstopt raakt. Ja, je gaat hem een klein stukje rijgen, zo een halve centimeter. Je steekt hem erin. Na een halve centimeter komt hij eruit. Dan haal je hem door. Moet je de haak even omdraaien. En dan prik je hem terug in de body waar die uit moet komen. Dus je haalt je haakje ernaast zo. Dan kijk je hier. Nou, dan hou ik mijn nagel ernaast. En dan prik ik hem er zo doorheen. Kijk. En dan zit hij helemaal mooi. Dan zit je haakje dus verstopt in je aasje. Maar als je een aanbeet krijgt, dan steekt het puntje uit. En als je dan de haak zet, dan hangt hij. Dan. Aan dat haakje zit ongeveer een halve meter fluorocarbon onderlijn, voorslagmateriaal. Deze is in een dikte van 30/100ste. Waarom gebruiken we nou dit? Ten eerste is het doorzichtig. En ten tweede, het is slijtvast. En je vist over de bodem met deze montage. Dus je hebt een slijtvaste montage nodig. Nou, dan hebben we daarna een klein warteltje. Dat kan ook een speldje zijn. In ieder geval iets waarmee je je onderlijn aan je voorslag bevestigt. En het is ook tevens je stoppertje voor het volgende gedeelte van de Carolina Rig. Het volgende gedeelte bestaat uit een glazen kraal. Met daarbij een tungsten gewichtje. Dat heet een bullet weight. Lijkt ook op een kogelgewichtje. En die tikt tegenaan. En dit is eigenlijk je hele montage zo. De lijn die ik hierboven gebruik is iets dikker. Dat is 40/100ste. Deze gaat namelijk continu over de bodem heen. En die mag voor mij dus ietsje dikker zijn. En daarnaast, als deze dunner is dan deze. Als je dan een keertje vast zit met je haak. Dan ben je niet je hele systeem kwijt, maar alleen je haak. Hoe doe je dit? Hoe vis je hier nou mee? Nou, wat belangrijk is, is dat je goed je tijd neemt. Je werpt hem in. Je zoekt de plekken waar jij denkt dat de baars ligt. Waar je vis op dit moment op een grindgat. Dat is een rivierplas met zand, grind, steen op de bodem. Meestal liggen die vissen onderaan de taluds tegen de steentjes aan op de mosseltjes. En dat zijn de plekken waar we vissen op ongeveer 4 meter diepte, 3-4 meter diepte. En wat we doen is je gooit je lijn in. Je zorgt dat die strak ligt. Je houdt je top. Kan je laag houden, je kan hem hoog houden. Je moet gewoon even kijken hoe jij het lekker vindt voelen. Ook in verband met de wind. Je haalt hem in haaltjes binnen. Dat kan door hem te slepen, dat kan door hem een tikje te geven. Maar je versleept het aasje steeds een klein stukje. En dan bedoel ik niet een hele meter of 2 meter. Nee, ik bedoel zo'n stukje, 20 centimeter tot misschien een halve meter max. En daarna laat je hem even liggen. En dat laten liggen, dat is het allerbelangrijkste van die Carolina Rig. Die baars, die moet je de tijd geven om er naar te kunnen kijken. Om er even over na te denken. Om even koffie te zetten. En als je dan terugkomt voor koffie zetten en hij denkt, nou, nu heb ik nog wel trek in deze. Dan moet hij hem pakken. Dus vis heel rustig. Gooi erin. Hup, tik, tik. Laat hem even liggen. Tik, tik. Laat hem even liggen. Soms laat je hem even langer liggen. 5 seconden. Soms laat je hem wel eens 10 seconden liggen. En over 1 worp kan je ze wel 3 of 4 minuten doen. Maakt deze rig heel effectief. Dat je hem heel traag kan vissen. Zeker nu het water koud is. Vissen zijn nog traag. Dit werkt goed. Daarnaast hebben we nog wat andere systeempjes waar we mee vissen. Ga ik niet heel uitgebreid uitleggen. Ik heb wat ratelpluggen. Ik heb tubes. En ik heb... Even kijken hoor. Ik heb twitch baits. Dit zijn plugjes die blijven hangen. Dus als je die een ruk geeft, dan zinkt die niet en hij drijft niet. Blijft mooi hangen. Dan kan je mooi met haaltjes binnen vissen. Dat is ook weer dat trage. Dat werkt super goed. En we hebben jigs. Dat zijn gewoon shedjes. Met een jigkop.
En de overige scheempjes, die ga ik nu even niet in detail uitleggen. Dat komt wel in een andere video. Wij gaan nu even wat te eten halen. En dan zien we jullie zo weer met een dikke vis. Ja, vis! Oh, los! Nee. Maar ik heb een speciale shirt eraan. Speciaal case. Vis. Baars. Vis. Oh, een baars. Een baars. Mooi vis. Mooi vis. Ik denk zo, een klein beetje weerstand. Oké. Sla er maar op. En dan komt ie. Zo, hij is dik. Kijk je handen eromheen. Oh, Jezus! Wat is deze? Oh. Zo, Daan, wat is dit dan? Ja, daar is hij. Dikke baars. Oh, hier ben ik echt blij mee. Dit is mijn eerste baars sinds, denk ik, bijna een jaar. Vet, hè? Echt blij mee. Nou ja, hij gaat netjes terug. Daar gaat hij. Yes! Hier ben ik echt blij mee. Echt blij mee. Woe! Deze had ik echt even nodig. Oh, lekker zeg. Heel, heel, heel nice. Oh, die gaat mijn uur vullen. Hals Ruigrok BV. Zo, goedemiddag, goedemiddag. Berg verkoop je? Oh, ik verkoop alleen van de berg Doe maar Duri. Ja, dat is wel mooi. Oh, Simon heeft er een. Ik ben aan het bellen. Oeh, shit. 50er. Ho, ho, ho. Gast, komt ie. Ja! Yeah! Ik heb hem hoor. Ik ben aan het bellen. Zo. Hans, ik ga je zo even terugbellen, ja? Wat? Wow! Hoe je voelde dat netje? Ja, die is dik 2 kilo. Ruim. Zo jongens, deze is ruim 2 kilo. Dit is echt een tank. Oh, wat een kalf. Gast. Wat een eiken. Groot. Groot, dik, zwaar. Oh. Dit zijn ze nou jongens. Dit is echt. Dit is waar we het voor doen. Zulke mega baarzen. Dit is één vis die gewoon heel je dag maakt. We hebben er nu 2. Oké, jongen, we gaan hem eens even meten. Want meten is weten. Ach, ze flats. 50 en een beetje. Super. Lekker gast! Lekker gast! Moet je hem zien, hè? Jezus, ik zag hem aankomen, ik zei gelijk die spijker. Holy shit, wat wow. Een cadeautje. Oké, we gaan hem eens even bewonderen. Dit is al een baars extravaganza, hoor. Holy moly. Wat? Zo.
Wat een ding, joh. Unit. Zal die wegen? 2,5 of zo? 2,5 kilo? Ja, dat gaat hij wel halen. Ja, hè? Hier moet je kijken, joh. Goliath. Jezus. Hij gaat terug, Simon. Ja. Dat is een beetje lastig om zo'n eentje te laten gaan, maar dat is het belangrijkste. Ja, zeker. Bewonderen en dan... Wacht ervoor, één tellertje. Mis los. Nou jongens, is dit toch niet mooi? Gaan wij hier even een romantisch diner voor twee. Kijk eens even, witte bolletjes, kipstukjes piri-piri en Amerikaanse frietsaus. Nou, als dat geen smullen wordt. Weer een lekker bankje waar we kunnen zitten, wat eten en dan daarna... Vissen vangen. Daar. Allemaal mooie vissen vangen. Daar. Onze laatste kans van vandaag. We gaan nog even terug naar de stek waar we vanochtend zijn begonnen. Want we hebben het idee dat in de schemer de baarzen daar misschien nog wel gaan bijten. Dus we gaan nog even proberen. Half uurtje. En dan moeten we naar huis. Want ja, we willen wel 9 uur weer thuis zijn. Morgen weer vroeg op. Morgen weer vissen. Morgen weer een vette vlog. Morgen gaan we met Jeroen op pad. Met de boot. Dus dat is echt vet. Maar even dat laatste half uurtje. Dat is echt, echt waar. Dat laatste half uurtje daglicht is meestal de dagredder. Als je niks hebt gevangen de hele dag, moet je dat laatste half uurtje vissen. En dan vang je hem. Toch? Sowieso. Nou, meestal wel. Ik weet niet wat het is, maar die vissen die hebben dan toch even etenstijd, even honger. Maar ja, we gaan het dus nog even proberen. Ik heb er nog wel vertrouwen in. Komt goed. We gaan jullie zo even een dikke snoekbaas of een mooie snoek laten zien. Of een mooie baas. Yes. We hebben nu alleen vanaf een slechte stijger gevist. Vis? Lekker, baars of niet? Ja. Simon. Simon. Dikke snoep, dikke baars, of niet? Het zal ook wel zo'n snoepbaars kunnen zijn. Lekker gast. Nee, snoepbaars. Snoepbaars. Ja, helemaal blauw is hij. Helemaal blauw. Een hele mooie donkere vis. Daar komt hij. Zo, mooi vis hoor. Ja. Pakken voor je. Zo, knalde haar top, joh. Net eigenlijk. Oei, een zwarte vis. Oei. Oh, pakken. Hebben? Ja. Zo. Ja, ja. Kijk eens even. Ik denk dat wij... Ik denk dat wij de conclusie van de dag hebben gevangen. Ja. Denk je ook niet? Zo, mooie vis hoor. Het is de laatste vis denk ik van de dag. Wauw, mooi. Heel vet. Zo. Mooie donker hoor. Ben je nog snel een kiekje? Ja. Hoppakee. Ja, Ebbes. Nou jongen. Kiss him goodbye, daar gaat hij. Ja. Dit is toch, wat ik net zei, dat laatste half uurtje van de dag. Kijk wat een vis. Wauw. Nou, is een plaatje. Het is een plaatje.
Daar gaat hij. En met een krachtige staart van de slag zwom de snoekbaars terug de diepte. Lekker gast! Lekker man. Oh, vet. Heel vet. Snel nog een worpje maken. Nice.